Wat ga jij stap voor stap veranderen in je leven. Dat is waar we het in deze video over gaan hebben. En ik zeg expres stap voor stap. En ik ga je vertellen waarom. Want als mens hebben we soms de neiging om al in de toekomst te willen zijn bij iets wat we willen realiseren. Dus als we het hebben over die hemel op aarde. Dan heb je daar een beeld bij. Misschien zie je een community met lachende mensen, een centrum erop, een beetje mijn droom mensen die samenkomen om het vuur dansen, zijn workshops, retretes, alles is daarin mogelijk. Maar dat is er nog niet. Tegelijkertijd is het er wel, want we weten het komt, maar we zitten op een tijdlijn waar we te maken hebben met tijd en ruimte. Dus het is niet zo als we nu aan iets denken of iets visualiseren dat het er gelijk is. Dat heeft tijd nodig. Dus daarom zou je voor jezelf kunnen gaan kijken wat Ga ik stap voor stap veranderen in mijn leven om dat doel te realiseren? En dat is dan ook gelijk de uitnodiging voor deze opdracht. Om voor jezelf op te schrijven: van oké, okay, wat wil ik allemaal veranderen in mijn leven? Wat past er niet meer? En wat zie ik graag dat er getransformeerd wordt naar de nieuwe situatie? Naar jouw hemel op aarde, naar jouw gevoel van geluk, vrede, naar jouw. Levenskracht, jouw levensenergie. Wat zie ik graag veranderen? Dus ga voor jezelf opschrijven: van oké, okay, dit zijn de punten die ik ga veranderen. En schrijf dan op hoe je dat stap voor stap gaat doen. Want in het geval van het centrum, dan visualiseer ik het, dan weet ik het, ik weet dat het er is. En tegelijkertijd heb ik in het hier en nu de stappen te zetten om daar te komen. En voor mij werkt het namelijk vooral om. De dingen te gaan volgen. Wat vertelt Spirit tegen me? Wat komt er op mijn pad? Wat wordt er weer spiegeld? Waar kan ik mee werken? Maar wanneer jij voor jezelf gaat opschrijven: van oké, okay, dit wil ik stap voor stap veranderen. Het is mijn wens, het is mijn verlangen, dit is mijn droom. Dit staat er nog tussen. Dit wil ik gaan veranderen. Dan kan je er, denk echt wel 100% zeker van zijn dat Spirit dit op jouw pad gaat brengen. Dat het jou gaat uitnodigen om tot verandering te komen. Dat het jouw situaties gaat voorschotelen om met die dingen te gaan werken. Dus wat je dan voor jezelf kan opschrijven, bijvoorbeeld: Ik, even het voorbeeld weer. Ik voel mij niet goed genoeg. Hoe kan ik dat transformeren nadat ik mezelf goed voel? Nou ja, dan kan ik voor me opschrijven: Ik ga affirmaties doen. Ik ga uh, een keer een sessie doen bij een holistisch therapeut. Ik ga een workshops volgen. Ik ga boeken over goed genoeg voelen, lezen. Dus dat zijn allemaal punten die ik kan doen om op dat thema te werken. Te dus schrijven ongeveer, weet je, het hoeft geen waslijst te worden, want dan verlies je de focus. Ik hou ook wel gewoon van een beetje die simpelheid erin, zodat het overzichtelijk is. Schrijf per door wat je wil veranderen. Wat je wilt transformeren. Ongeveer drie tot vijf dingen op die je kan doen om dat te realiseren. En het volgende is dat je dat ook gaat doen. Je gaat er actie op ondernemen. Je gaat er mee werken. Dus maak die lijst: schrijf op hoe je het gaat veranderen. En ga er mee aan de slag. Dankjewel.